Ik zit hier met Sander Rozenboom en zij is de auteur van Jippie, een humeurig sprookje. Nou, alleen de titel al vind ik te komisch voor woorden. En wij lezen dit boek op dit moment thuis met mijn zoontje en wij vinden het een erg leuk boek. We zijn bijna op het eind, we zijn nu in het land van Grom. Ja, de mensen thuis hebben eigenlijk geen idee waar we het nu over hebben. Zou jij kort kunnen vertellen waar het boek over gaat? Nou, Jippie gaat over prinses Super en die is prinses van Jippie, het land Jippie. En in Jippie is iedereen altijd vrolijk. Zelfs als er iets naars gebeurt, dan binnen een seconde zijn ze er gewoon weer vrolijk over. Behalve prinses Super, die houdt niet van ochtenden en ze vindt bepaald eten vies en ze houdt niet van altijd maar huppelen en zingen. En zij gaat op zoek naar iemand die net zo is als zij. Want in Jippie kies je je toekomstige echtgenoot 10 jaar van tevoren, zodat er al een groot feest gehouden kan worden en zodat je daarna gewoon weer 10 jaar kan buitenspelen. Maar dat betekent dus dat zij, nu ze 10 is, op zoek moet gaan naar iemand. Potentiële echtgenoot. En zij realiseert zich dat dat in Jippie nooit gaat gebeuren. Zou ze gek worden. Dus ze gaat naar het buurland Grom. En ja, daar is iedereen ontzettend humeurig. En boos en verdrietig en grommerig. Ja. Het is erg leuk. En de kinderen zullen het leuk vinden omdat de extremen zo enorm zijn. Ja. En het is natuurlijk in het leven voor sommige kinderen ook zo. Hè? Ik ben boos of ik ben blij. Punt. Ja. Ja. Dus ik denk dat ze... Maar dit is zo extreem dat het gewoon komisch is. Ja, je kan in een sprookje kan je dingen heel eendimensionaal maken. En dat maakt het natuurlijk juist heel erg leuk. En Super is niet zo. Hè? Die heeft het hele palet zoals een kind ook heeft. Die is heel humeurig, maar ze is voornamelijk zo humeurig omdat iedereen altijd heel erg vrolijk is. Want zodra ze in Grom is, blijkt dat zij soms de enige is die grapjes maakt. Ja. Of die een liedje fluit. Ja, wij vonden het moment dat ze de prinsen van Grom ontmoet. En dat ze erachter komt dat die toch ook wel hun narigheden hebben. In het begin lijkt eentje nog een beetje normaal te zijn. Maar als die blijkt een enorme ochtendtumeur te hebben. Het was wel even schrikken, zeg. Ja. Wij dachten, ze heeft nu de potentiële... Dat is hem. Ja. Maar dat was hem toch niet. Nou, als je echt wil weten hoe het afloopt, dan stel ik voor dat je Jippie een humeurig sprookje gaat voorlezen. Want het is echt... Ik denk dat de kinderen ervan smullen. Dus zullen we er eentje verloten? Oh ja, leuk. Ja? Ja. Weet je, dan vraag ik of je een handtekening erin zet. Ja, doe ik. Ik heb een pen nodig. Ja, dan heb je een pen nodig. Kijk eens, tadaa. Je hebt z'n handen van allemaal getuigd. Oké, dan kunnen we deze winnen. Als je wil weten hoe, kijk dan op mijn Facebookpagina.